Een zeer goede avond. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je klein bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes vandaag. Live vanuit de Erfgoedbibliotheek. Hendrik Conscience te Antwerpen met ons live publiek. En ik heb hier ook een geweldige gast, helemaal uit Gent afgekomen. Jan Matthijs. En we hebben een titel gekregen van ons lieftallig publiek. Er was eens een open boek dat veel te zwaar was. Hier gaan we dan. Er was eens een open boek dat veel te zwaar was. Het bevond zich in een bibliotheek. In een land hier ver vandaan, in een lang vervlogen tijd waarin de mensen nog niet konden schrijven. Het boek stond daar stof te vergaren op het schap. En niemand kwam het boek halen om ooit te lezen. Ook omdat er niks in stond, want ze hadden nog niet leren schrijven. Het was een open boek dat nog gevuld moest worden met wijsheden, letters, woorden en zinnen. Daarom ging de landgraaf van het gebied waar het boek zich bevond op zoek naar iemand die kon schrijven om dit veel te zware boek te vullen met mooie verhalen. Hij ging op pad en al snel vond hij een oude zwerver langs de kant van de weg. En hij vroeg aan de oude zwerver: hey, oude zwerver, ken jij iemand die kan schrijven? Helaas, de zwerver kende niemand die kon schrijven. Dus moest hij weer verder. Hij kwam een vrouwtje tegen dat wortelen verkocht langs de weg. En hij vroeg aan het vrouwtje: hey vrouwtje, ken jij iemand die kan schrijven? Helaas, het vrouwtje kende niemand die kon schrijven. En zo ging hij door en door en door. Wekenlang, maandenlang reisde de landgraaf rond en hij vond niemand die kon schrijven. Driewerf, helaas. Op een avond echter zat hij in de oude herberg, de verse vis te eten. Ja. En hij bestelde een grote kabeljauw met appelsien, een lokaal gerecht. Hij perste de appelsien uit over de kabeljauw, zoals de gewoonte was in deze contrée. Hij nam zijn mes en zijn vork ter handen, want die waren wel al beschikbaar. Wou de kabeljauw aansnijden, maar de kabeljauw richtte zich naar de landgraaf en zei: eet mij niet op, ik kan schrijven. De landgraaf wist niet wat er gebeurde. Hij twijfelde. Want hij had ook enorme honger. Dus hij wist niet, moet ik nu terugkomen met een schrijvende vis of toch gewoon eten? De kastelein kwam van achter de toeg en uit de keuken en maakte zich heel erg boos op de kabeljauw. Hij zegt: aanstellige kabeljauw, zijn er daar godverdomme weer altijd met uw verhalen tegen de klanten? Het is nu al de 37e keer dat ik u probeer te verkopen en laten opeten en telkens komt hier weer maar blazen af. Hè? En jij hebt geen armen, hoe zou jij kunnen schrijven? Voilà. Ja. Maar de kabeljauw zei: ik neem de pen ter monde en pen de mooiste verhalen neer. De landgraaf was helemaal overtuigd en besloot de kabeljauw te kopen en met de kabeljauw terug te reizen naar zijn kasteel en bibliotheek. De kastelein begon ongelooflijk veel te lachen. Hij had de kabeljauw namelijk al 26 keer verkocht aan verschillende mensen. En steeds kwam de kabeljauw op miraculeuze wijze terug in zijn bezit. Om die dan weer als voedsel met appelsine aan te bieden aan de mensen die kwamen. En steeds weer ontstond er een gigantisch verhaal en kwam de kabeljauw weer terug. Hij verkocht dus de kabeljauw aan de landgraaf en de landgraaf wou die meenemen. Het probleem was natuurlijk, de kabeljauw was bijzonder glibberig. Er was een soort van slijmlaag rond de kabeljauw, waardoor hij zeer moeilijk te dragen was. Daarom stak hij de kabeljauw onder zijn hemd, zodanig dat hij hem gewoon niet moest dragen en kloop op zijn paard en ging toch terug naar de bibliotheek, waar hij er juist ook al was. Maar dat liep niet van een leien dakje. Hij had nog nooit paard gereden met een kabeljauw onder zijn hemd. Ja, en de kabeljauw was bijzonder slijmerig en slipte de ganse tijd uit het hemd en plets op de grond en dan met in de staart. Zeer vervelend. Dus na zeer veel uitstel, zeer veel afstappen... Zei de kabeljauw: steek mij in uw poep.
wat de landgraaf dan ook met veel plezier deed. Gelukkig was de kabeljauw nogal slijmerig en geraakte hij makkelijk in de poep van de landgraaf. Met die kabeljauw in zijn poep reed hij verder en kwamen wij uiteindelijk toch in de bibliotheek aan. Ja, hetgeen niet makkelijk was, want galopperen en draven met een kabeljauw in de poep is zeer moeilijk. Hè? Dus als je te veel neerzet, dan verstikt de kabeljauw. Stel je te veel recht, dan komt de kabeljauw uit de poep gekropen. Ja, nou, die landgraaf heeft niet veel volk dat nog nagedaan. Nee. Nu hij kwam in de bibliotheek, hij legde de kabeljauw neer. Ik denk één iemand, maar Showbiz Bart heeft hem dat ooit nagedaan. Ja, de rest niemand. En hij kwam in de bibliotheek en hij legde de kabeljauw voor het open boek dat veel te zwaar was en waar dan nog geen letter stond ingeschreven. Ja, en hij ging gaan zoeken naar een stido. Ja, stilo's waren er natuurlijk niet, want niemand kon schrijven. Waarom zouden in hemelsnaam de stilo hebben? En dan eigenlijk trok hij een veer van een gans uit en moest hij nog iets hebben om de veer in te doppen. En hij vond toevallig een octopus dat hem kon uitpersen en hij had inkt gevonden. Ja, in die dagen waren er meer octopussen dan nu en die liepen op het land ook. En dus ja, hij duwt de veer in de inkt van de octopus, steekt het in de mond van de kabeljauw en dan... gebeurde het wonderbaarlijke. Wow. De kabeljauw begon het boek te schrijven, vol te schrijven met allemaal grote en spannende verhalen uit de diepte van de zee. Ja, zeeverhalen. Het boek met nadruk op zever. Het boek werd helemaal volgeschreven en was na één week helemaal af. En toen de landgraaf begon te lezen, want dat kon hij wel om duistere redenen. Hij kon niet schrijven, maar hij kon wel lezen. En hij begon te kijken en hij zei van... Oei. Wat een hoop profaniteiten heeft deze vuile kabeljauw nu bijgeschreven in dit mooie boek. En hij moest ook toegeven dat het boek ondertussen enorm was beginnen stinken. Naar vis. Ja. En naar zijn poep. Ja. Dus tot nu toe... is dat boek nog steeds niet uitgeleend. Nee. Tot nu toe staat dit boek in de bibliotheek in Antwerpen. Niet omdat de verhalen niet goed zijn, maar gewoon omdat het boek veel te zwaar is. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat je echt een boek dat naar kabeljauw riekt best niet leest. Want uw handen gaan ervan stinken en mensen gaan u vermijden. Lees propere boeken. Dank u wel. Slaap lekker.